Goedemorgen iedereen, welkom weer bij een nieuwe video op ons kanaal. Zoals je kan zien is mijn haar nog een beetje nat, ik heb geen make-up op. Het is nog ochtend en ik dacht voordat ik mijn make-up op mijn gezicht smeer, lijkt me heel erg leuk om weer eens een keer een vernieuwde make-up routine op te nemen voor jullie. Want we zitten nu echt midden in de zomer, we hebben al een paar dagen echt onwijs lekker weer. En ik heb een tijdje geleden al een beetje mijn routine omgewisseld met wat nieuwe producten. En dat werkt gewoon op dit moment voor deze zomer. Ik ga jullie zo meteen ook nog even mijn outfit laten zien. Dat is een beetje gewoon wat ik de afgelopen tijd draag. En wat ik waarschijnlijk de hele zomer lang ga dragen. Misschien vind je dat heel erg leuk om te zien. Dus genoeg gepraat. Ik ga nu even naar mijn slaapkamer. Want daar staat mijn make-up. En gaan we beginnen. Zo, ik zit nu in mijn slaapkamer. En ik heb mijn haar dus omhoog gedaan met een clip. Ik heb dat volgens mij heel lang geleden een keer in een video ook verteld. Dat als het nog een klein beetje nat is, zeg maar, het is nu gefeund, maar echt nog lang niet helemaal droog. Doe ik het eventjes omhoog in een clip. En dit een beetje zo lostrekken omhoog. En dan droogt het niet zo heel erg plat op. En ik heb hier een spiegel. Dus als ik soms daar naartoe kijk, is het gewoon omdat ik in de spiegel even moet kijken om te zien wat ik aan het doen ben. Nou, ik begin. Ik heb nog helemaal niks op mijn gezicht zitten. Maar ik begin met deze moisturizer. Dit is de Purity Made Simple Moisturizer van Philosophy. Ik vind deze heel erg fijn omdat hij wel heel veel voeding biedt voor mijn huid. Want ondanks dat het zomer is, ik best wel wat sneller zweet en dergelijke, is mijn huid echt heel erg droog. En merk dat het echt wel heel erg wat nodig heeft. Maar hij voelt wel heel erg licht aan. Dus hier doe ik twee pompjes van op mijn hand. Dat is wel genoeg. En dat mix ik met deze. Dit is de Resist C15 Super Booster van Paula's Choice. En dit is een vitamine C product. Het is heel erg dun. Ik heb volgens mij wel eens eerder over verteld. Volgens mij in onze laatste vlogmas. Want toen heb ik het een beetje verkeerd gebruikt. Het is namelijk heel belangrijk dat je van dit product niet te veel gebruikt. Dus ik doe nu 1, 2, 3 druppels. Dat is echt het maximale. En dat meng ik zo met de moisturizer. En dan breng ik zo aan over mijn hele huid. Over mijn hele gezicht. Wat ik een beetje over heb, dat doe ik in mijn nek. Maar voornamelijk is het echt voor mijn gezicht. En deze super booster zorgt er echt voor dat mijn huid niet zo heel snel puistjes krijgt. Ik ben het zeg maar volgens mij 2 dagen vergeten. En zoals je kan zien zit ik wel echt onder inmiddels. Het zijn gelukkig alweer puistjes die aan het weggaan zijn. Maar ik heb hier, even kijken, 4 gehad. Hier eentje, hieronder nog iets. Dus ik moet zeggen dat mijn huid er nu echt niet heel erg goed uitziet. En dat is volgens mij omdat ik het dus 2 dagen ben vergeten te gebruiken. Dus ja, aan de ene kant is het product echt super. Aan de andere kant gebruik je het gewoon een paar dagjes niet. Dan ben je echt meteen piep. Want ik zit dus gelijk alweer onder. Hier zat ik ook. En ja, normaal is mijn huid dus in ieder geval wel beter dan dit. Deze moisturizer trekt trouwens best wel snel in. Dus je hoeft niet eens heel erg lang te wachten. Maar omdat het nog een beetje plakt, ga ik niet beginnen met mijn foundation. Dat deed ik eigenlijk eerst altijd wel. Omdat ik altijd foundation. Maar nu ga ik eerst beginnen met mijn wenkbrauwen. En daar gebruik ik 2 producten voor. Ik start altijd eerst met de Goofproof Brow Pencil van Benefit. En die heeft 2 kantjes. Aan 1 kantje een spoolie. En aan de andere kant een wat dikker opdraaipotloodje. En dit is in de kleur 6. Dus die is best wel een beetje wat assiger. Dus ik ga het eerst eventjes doorkammen. En dan ga ik hem gewoon heel makkelijk invullen. En deze heb ik nu echt in mijn zomerroutine vastzitten. Omdat het een heel makkelijk en snel product is. Dus ik kleur het echt best wel heel simpel zo in. En het is nu nog niet eens zo heel erg precies. Maar ik doe gewoon eventjes de grootste lijnen als het ware. Zo, nu heb ik het meeste gedeelte met het potloodje ingekleurd. En ik probeer om het wel goed door te borsten. Want ik wil in de zomer niet van die hele heftige wenkbrauwen hebben. Maar mij kennen, dus schiet ik daar nog wel eens mee uit. En dan ga ik door naar dit product. Deze is ook van Benefit. En die ziet er dus een beetje hetzelfde uit. Hij is alleen wat smaller. En hij heet ook de Precisely My Brow Pencil. Ik heb deze volgens mij ook al heel veel vaker laten zien. En die heeft ook aan beide kanten een spoolie. En aan de andere kant dan een potloodje. En deze is heel erg fijn omdat hij net wat preciezer is. Dus zeg maar de hele kleine mini plekjes die nog niet helemaal goed zijn ingevuld. Die ga ik nu met deze pakken zodat ik echt een beetje een wat, ja, strakkere wenkbrauw krijg. Want daar hou ik al heel erg van. Dus vooral hier vaak aan de bovenkant mis ik een paar kleine mini stukjes. Ik moet eerlijk zeggen dat ik normaal iets dichterbij op de spiegel zit. Dus ik zie het niet helemaal scherp. Dus ik ben heel benieuwd of het eruit komt te zien als wat ik
eigenlijk in gedachten heb. Serieus, mijn ogen worden, nou, met de maand denk ik wel slechter en slechter. Het gaat de laatste tijd zo hard, omdat ik natuurlijk heel veel achter computers zit. Computerschermen, telefoontjes. Dus ik kan het allemaal niet zo heel goed scherp meer zien. Zo, ben ik nu klaar met mijn wenkbrauwen. Ik doe er niet echt super lang over en ik ga er niet heel erg precies over doen. Want in deze zomerperiode heb ik gewoon niet zo heel veel zin om echt urenlang mijn make-up te lopen doen. Hier vast te zitten. Ik wil gewoon lekker andere leuke dingetjes doen. Lekker naar buiten en gewoon bezig met andere dingen. Dus je zal zien dat deze make-up routine gewoon net wat makkelijker is. Niet al te precies en gewoon niet zo heel erg veel. Althans, voor mijn doen is het niet zo heel erg veel. Ik heb hier ook nog een ander product, dat is de Gimme Brow, ook weer van Benefit. En die heeft een heel fijn mini kwastje. Deze is echt super schattig en klein. En dat vind ik wel heel erg fijn werken. Dus dat breng ik nog eventjes door mijn haartjes heen. Dan zorgt ze dat ze net iets beter in plek blijven. En het zorgt ervoor dat je de wenkbrauwhaartjes ook iets beter ziet. En dat vind ik gewoon wat natuurlijker staan. Dus die borstel ik wel een beetje omhoog. We zijn nu aangekomen aan de foundation. En dat draag ik wel in de zomerperiode puur. Omdat ik gewoon, ja, mijn huid ziet er gewoon niet heel erg mooi en egaal uit. En dat vind ik gewoon niet zo heel erg chill. Ik gebruik daar een nieuwe foundation voor. Dit is echt mijn all-time favoriete foundation. Ik ga hier nog een blogpostartikel over schrijven op onze blog als je hier meer informatie over wilt. Het is deze. Het is van IT Cosmetics. De CC Plus Your Skin But Better Color Correcting Full Coverage Cream plus Anti-Aging Hydrating Serum. En het fijne is dat deze SPF 50 heeft. En dat is gewoon natuurlijk ideaal in deze zomerperiode. Ik heb het gevoel alsof deze echt heel erg fijn werkt. En hij geeft ook een hele mooie, goede coverage. En ik vind hem gewoon echt super chill. Het enige nadeel is dat het een Amerikaans merk is. Het is dus niet heel makkelijk verkrijgbaar. Het is nu wel te koop bij Miss Selfridges in Engeland. En daar wilde ik bestellen, maar hun verzendkosten zijn echt super hoog. Dus ik heb hem nu net... Kijk, een week geleden heb ik hem op een Amerikaanse webshop besteld. En zij doen ook al dat de invoerrechten erbij komen. En de verzendkosten en dergelijke. Dus wat ik daar heb afgerekend, dat zou ook echt het enige moeten zijn wat ik moet betalen wanneer dit product binnenkomt. Dus geen ongewenste verrassingen. Zij moet nog binnenkomen. Ik denk volgende week ergens pas. En dan heb ik wel anderhalve week moeten wachten. Bijna 2 weken. Maar ik heb nog een heel klein beetje producten over. Dus ik hoop dat ik het ga redden. Ik heb hem trouwens zelf in de kleur Light. En je zou denken van, is dat niet veel te licht voor jou? Maar ik vind het heel erg meevallen en hij valt best wel wat donkerder uit. En er zit een heel makkelijk pompdingetje op. En ik heb hier echt maar 1 pompje of iets minder van nodig. Omdat hij echt heel goed dekt. Zeg maar, dit is het enige wat ik nodig heb. Dus daarom is hij ook nog best wel zuinig in gebruik. Ik doe hier ongeveer 3,5 maand, misschien bijna 4 maanden mee. Dus dat is echt super chill. En dit is ook heel chill, omdat je deze heel goed kunt uitblenden met je vingers. Dat doe ik normaal niet. Dat vind ik niet zo heel fijn, namelijk werken met foundations op mijn huid. Ik weet dat heel veel mensen dat wel doen, maar voor mij werkt het vaak niet. Dus ik breng gewoon wat stipjes aan en ik kan het heel makkelijk gewoon zo insmeren. Hij voelt wel wat voller aan, omdat er dus ook best wel wat SPF in zit. Maar voor mij is dat wel echt heel erg fijn. En zoals je kan zien, dekt hij echt best wel goed. Maar hij voelt niet heel erg heftig aan. Kijk, ik heb nu bijna helemaal ingesmeerd, maar nog niet helemaal goed. Maar ik ga dan nu met een beauty blender of met deze andere make-up spons ga ik er overheen. Om het echt wat beter in te blenden. Oh, en deze heb ik trouwens al uiteraard van tevoren nat gemaakt. Hij is vochtig. Dus wees niet bang. Hiermee dep ik hem iets meer in. Vaak gaat het product hier wel een beetje iets meer eraf. En dat mijn eigen huid er doorheen komt. Maar dat vind ik zelf niet heel erg erg. Want dat lijkt gewoon net wel natuurlijk. Ik heb hier van die sproetjes die dan weer wat beter er doorheen komen. Maar de meeste oneffenheden kan ik hier wel wat egaler mee maken. Maar wil je het zeg maar echt super dekkend, dan kan je misschien nog een laagje doen. Of niet zo'n spons gebruiken, maar eerder een kwast. Want deze spons die... Zuigt natuurlijk wel een beetje weer op. Maar zoals je ziet is het gewoon een prima match voor mijn huidskleur. En ik ben niet heel erg licht, maar ook niet heel erg donker. Dus ja, hou er wel even rekening mee als je dus ook deze foundation wil bestellen. Maar dat hij gewoon zoveel SPF heeft is echt gewoon onwijs chill. Want het is zo belangrijk om je huid nu te beschermen. Nou, die zitten op. Nou, ik zie nog wel voldoende plekjes. Vooral omdat mijn huid nu er wat slechter uitziet. Wil ik graag nog wel wat extra concealer aanbrengen. Normaal hoef ik dat niet. Maar nu heb ik hier bijvoorbeeld echt al heel veel. En is mijn wangen nog een beetje rood. En je weet het wel. Dus ik heb 2 verschillende foundation. Eigenlijk 3.
Ik heb deze hele fijne van MAC. Maar zoals je kan zien, die is echt helemaal op. En ik krijg gewoon niet heel veel spul meer uit. Maar ik ga het trouwens nog even proberen. Want er zit nog een klein beetje in. Deze is super fijn. Dit is de Pro Longwear Concealer. Het is een beetje wat een donkere kleur. Want dat werkt heel erg goed voor mijn huid. En nu ik ook ietsje gekleurd ben, is dit nog steeds een hele goede match. Ik heb ook de Liquid Camouflage van Catrice. Deze is super fijn. Hij is alleen eigenlijk iets te licht voor nu. En ik heb ook nog een andere. Deze is van Bobbi Brown. En dit is de Instant Full Cover Concealer in de kleur beige. En die is wat dikker, wat voller. Die blendt niet zo heel erg makkelijk uit. Dus het is niet per se mijn lievelings. Maar qua kleur matcht die wel op zich goed. Ik ga trouwens eerst even kijken of ik deze van MAC nog eruit kan krijgen. Nou, het is even strukkelen, maar dan heb je wat. Ik heb hier een heel klein beetje op mijn pols of op mijn hand gekregen. Dus dit ga ik gewoon nog even op wat plekjes aanbrengen. En ik gebruik ook nog die van de Bobbi Brown wel. Gaan we nu verder naar bronzer. En ik gebruik eerst altijd gewone Hoola van Benefit. Maar nu gebruik ik de Hoola Light. Omdat, ik weet niet, ik had gewoon zin om het een beetje om te wisselen. En deze Hoola Light is, zoals de naam ook al doet denken, ietsje lichter. Ik weet niet, ik vind het gewoon net ietsje natuurlijker staan. En daar, dat vind ik gewoon heel erg leuk deze zomer. Dat ik gewoon net ietsje natuurlijker gezicht heb. Ik weet het niet. Ik heb er gewoon zin in. Dus ik heb hier gewoon zo'n kwast voor. Deze is van AliExpress. Die heb ik een keer besteld. Het is een hele grote set. En deze vind ik wel heel erg fijn. Hij is gewoon lichtjes afgerond. En ik gebruik gewoon een klein beetje van het product. En dat breng ik hier aan. En ondanks dat hij dus wat lichter is, zie je hem wel best wel goed zitten. Maar ik hoef er niet al te voorzichtig mee om te gaan. Dat hij dus wat lichter is. En ook hier. Wat ik nog een beetje over heb, dat smeer ik gewoon een beetje hierboven. Een beetje op mijn neus. Hieronder. Dus super snel. En hij is redelijk mat ook. En best wel niet al te oranje van kleur, wat ik wel heel erg mooi vind. Ook van Benefit. Dit is niet allemaal niet gesponsord. Totaal ongesponsorde video. Alleen ik heb gewoon heel veel producten van Benefit die ik gewoon heel erg fijn vind op dit moment. Dus voor de zomerroutine ben ik geswitcht naar deze highlighter. Dit is de Dandelion. Het is een hele mooie soort van champagne roze-achtige kleur zoals je hier ziet. En ondanks dat ik echt een highlighter liefhebber ben, vind ik het gewoon heel erg fijn om deze periode net wat subtieler highlight kleurtje op te doen. En dat is omdat ik gewoon gedurende de dag toch wel een beetje begin te shinen. Dus het hoeft niet super knallend te zijn. En ik wil gewoon wat natuurlijker eruit zien deze dagen. Ik heb er gewoon, ik weet niet, misschien zijn mijn super highlight dagen gewoon eventjes over. En komt dat wel weer terug tijdens de winterperiode met kerst. Maar hij is dus best wel natuurlijk. Maar je ziet hem wel echt nog steeds heel erg goed zitten. En het is een iets lichter kleurtje. Dus die breng ik hier aan, een beetje mijn neus, een klein beetje boven mijn bijna niet bestaande lip. En pak nog eventjes een iets kleiner kwastje. En dan breng ik het ook onder mijn wenk, of op mijn wek, op mijn wek, oh my god, op mijn wenkbrauwbot aan. Dus onder de wenkbrauw, maar op het wenkbrauwbot. Ik weet dat ik daar een keertje op ben gecorrigeerd. Misschien zou je nu denken, hele rest, je hebt hele ogen overgeslagen. En dat klopt. Ik heb op dit moment wimper extensions, zoals je misschien wel kan zien. En die kan ik nog een beetje uitborstelen. Ik zie dat die hier een beetje aan elkaar zitten. Dat is ietsje beter. Dus op dit moment doe ik helemaal niks aan mijn ogen. En dat zorgt ervoor dat ik echt super snel klaar ben. Ik hoef geen mascara op te doen. Ik hoef geen wimpers te krullen. Ik hoef geen eyeliner te dragen. Want dat draag ik niet meer graag. Hierbij zodat ik het ook niet zo dat het een beetje tussen die wimperextensions komt. Ik draag op dit moment ook geen oogschaduw meer. Wat ik eerst wel deed. Gewoon een simpel bruin kleurtje erop. Maar ik doe er helemaal niks meer aan. En ik vind het gewoon helemaal prima. Dus dat scheelt mij, ik zou zeggen, minstens 5 minuten. En dat vind ik wel heel erg lekker. Nu kan ik natuurlijk nog wel iets op de lip doen. Maar zoals jullie weten ben ik een klein beetje lui. Maar deze keer zal ik het toch even proberen af te maken. Dus ik gebruik daar even een heel simpel product voor. Dit is de Powder Puff Lippy van NYX. Ik weet niet zeker of ik dit kleurtje op wil doen. Maar, oh ja, deze vind ik wel leuk. Een beetje een wat poederig product. Daarom ook de naam. En het zorgt ervoor dat hij een beetje wat lichter is in hoe die op de lippen voelt. My own lip color but better. Volgens mij is dat de uitspraak. Dit is de PPL08 Best Buds kleur. Mocht je geïnteresseerd zijn. En deze waarschijnlijk over 20 minuten alweer vanaf. Ik zal ook even kijken hoe het gaat met mijn haar ondertussen.
Het is nog steeds niet echt droog. Ik gebruik trouwens op dit moment een shampoo van Lush. Dat is... ik zal hem eventjes invoegen in dit beeld. Welke het is. En dat is echt zo eentje die in een potje zit met heel veel zout erin. En dat vind ik echt wel heel erg chill werken. Mijn haar, je ziet het nu misschien niet, maar mijn haar glanste wel normaal heel erg door. Maar volgens mij is het in dit licht niet heel goed te zien. Zo, het is nog een klein beetje vochtig. En dan ga ik het altijd gewoon een beetje zo tussen mijn handen scrunchen. Zodat er een beetje wat slag in komt. Naast het feunen gebruik ik ook helemaal geen hitproducten meer. Dus ik stijl het niet meer. Ik doe er ook geen krultang meer in. Het zorgt ervoor dat mijn haar er echt gewoon wat beter uitziet. En met deze zon en hitte heeft het al best wel... wat te verduren. Nou, dan is dit de look geworden. Mijn haar droogt dus gewoon gedurende de dag nog een klein beetje op. En zoals je kan zien is het gewoon super simpel. Ik ga jullie trouwens ook nog eventjes mijn outfit laten zien. Dit is een beetje wat ik de laatste tijd gewoon draag met soort lekkere warme dagen. Dus dit is de look voor vandaag. Ik draag bijna elke dag gewoon een heel simpel t-shirt. Zwart, wit, grijs. Soms met een printje erop. Maar dit is gewoon een hele simpele, zachte van... Ik dacht Forever 21. Hieronder heb ik een heel leuk wikkelrokje. Ik ben de laatste tijd echt helemaal into wikkelrokjes. Het zijn echt super chille, makkelijke dingen. Want omdat ze dus wikkels zijn, passen ze eigenlijk gewoon bijna altijd. Als je een beetje tussen twee maten in zit, zoals ik. Ik zit vaak tussen een 36 en een 38 in. Met een wikkelrokje... kan je het gewoon eigenlijk altijd aan. Want je kan het dus gewoon strakker en losser strikken. Wat hoger en wat lager doen. En dan past het gewoon. Dit is een hele leuke van Comcat Fashion. Ik zal hem even in de beschrijving linken. Want ik vind hem echt super leuk. En ik zou deze heel erg aanraden. Want hij zit onwijs lekker. En hij past dus, zoals ik al zei, gewoon bijna altijd. En hij is helemaal zwart met van die hele schattige bloemetjes erop. En omdat het een best wel schattig rokje is, vind ik het heel erg leuk om dit gewoon met een simpel t-shirt te combineren. Bijvoorbeeld een witte of ja, in dit geval heb ik even een zwarte aangedaan. Dat vind ik wel heel erg leuk staan bij elkaar. En voor accessoires heb ik twee hele leuke tasjes binnengekregen. Laatst heb ik deze op AliExpress besteld. En ze waren er allebei echt serieus binnen één week. Echt super snel en ik vind ze echt heel erg leuk. Deze is net ietsje groter, dit rieten tasje. Die heeft aan de bovenkant twee hengseltjes en ook een langere. En wat heel erg fijn is dat aan de binnenkant ook nog een rit zit. Dus dan zitten je spulletjes wat veiliger. Kijk, en dan binnenin is die ook nog gevoerd. Zit één vakje hier, nog een kleine vakje en de rest is gewoon helemaal groot. En die past echt best wel veel in. Dus gewoon je essentials en dan nog wat extra's zoals een zonnebrand en dat soort dingen. Dus deze is echt super leuk. En ik heb ook deze binnengekregen, dus ook wel het bekende Bali tasje. En deze vond ik ook echt gewoon heel erg leuk voor de zomer. Ik heb gekozen voor deze, gewoon super simpel. Maar je had ook nog een paar met van die motiefjes erop en zo. En je kon kiezen voor een echt leren bandje of een nep leren bandje. Ik heb gewoon voor deze nep leren gekozen, want ik dacht dat vind ik ook wel fijn. En zo gaat hij dan open. Er past best wel redelijk wat in, maar omdat het dus een rond tasje is, is het soms een beetje lastig en moet je een beetje zo friemelen om alles erin te krijgen. Maar er past best wel wat spulletjes in. Gewoon zeker je essentials en nog een lipstickje of wat dan ook. Dus twee hele leuke tasjes. Ik zal ze eventjes omdoen. Dus dit is het eerste tasje. Ik moet zeggen, gisteren is er gewoon serieus een hele bak met mayonaise overheen gegaan. Dus dat zie je hier. Ik heb het geprobeerd schoon te maken, maar ik zie dat de vetvlek er nog steeds niet helemaal uit is. Dus ik moet even kijken hoe ik het beste dat kan verwijderen. Maar ja, dat is niet anders. Op zich is het alleen een beetje aan de zijkant en zit het gelukkig niet aan de voorkant. Dus dit is het eerste grote rieten tasje. En ik vind deze rieten tasjes gewoon super leuk voor in de zomer. Het geeft echt gelijk zo'n instant zomergevoel. Dus je kan hem gewoon zo over je schouder dragen, crossbody. En uiteraard ook gewoon in je hand. En dan is dit het tweede tasje. Het Bali tasje noem ik het maar eventjes. Hij is dus ietsje kleiner. Maar wel nog een beetje hetzelfde kleurtje en hetzelfde soort model. Dus deze vind ik ook heel erg, leuk erbij staan. En die kan je dus ook weer gewoon over je schouder doen. Ook prima crossbody. Hij heeft ook een best wel goede lengte. Zodat hij lekker gewoon bij je heup ligt. Dus deze is ook heel erg leuk en makkelijk voor de zomer. Ik maak eventjes een poll aan. Die vind je aan die kant. Nee, aan die kant. Een van de twee kanten. En laat me eventjes weten welke tas je leuker vindt staan bij deze outfit. Is dat de eerste iets grotere rieten tas? Of is dat deze iets kleinere Bali tas? Laat me eventjes weten welke jij leuker vindt. Qua schoenen loop ik nu natuurlijk nog gewoon rond op mijn blote voeten thuis. Maar onder zo'n outfit als deze kies ik eigenlijk altijd voor. Mijn favoriete platform Vans. Deze draag ik echt de laatste tijd alleen maar. Ze lopen super lekker. En die hebben dus zo'n lekker platform. Zoltjes een beetje vies.
Of ik kies voor ook een favoriet. Ook op deze schoen loop ik echt altijd heel erg veel. En dit is gewoon het iets hogere model. Deze heeft niet een platform, maar deze komt iets hoger op de enkel. Dus ik zal ze eventjes allebei aandoen. Dus dat ziet er zo uit. Ik vind dat deze sneakers een outfit of een zo'n wat vrouwelijker rokje ook net wat stoerder maken. Dus dat past echt helemaal bij mij. Dus ik heb hier de korte versie aan en de iets hogere versie. Ik vind het gewoon allebei heel erg leuk. En de ene dag heb ik meer zin in de hogere en andere dag meer zin in de kortere. Maar laat me vooral eventjes weten. Ik maak ook eventjes een nieuw polletje aan voor deze. Welke schoen jij er leuker bij vindt passen? De lage of de hoge? Maar allebei lopen ze echt super lekker. Zo, dat is mijn zomer make-up routine op dit moment. Ik hoop dat je het leuk vond om te zien wat ik zoal op mijn gezicht smeer. En hoe ik dus deze super makkelijke en vooral hele snelle look maak. En wat ik natuurlijk ook deze periode vooral draag. En wat ik gewoon heel erg leuk vind met deze look. Kan ik gewoon eigenlijk altijd de deur uit of ik naar een event of een feestje ga. Of gewoon lekker zelf thuis aan het chillen ben. Want het is super comfortabel. En mocht je niet van t-shirtjes houden of dat iets te warm vinden. Kun je natuurlijk ook gewoon een simpel spaghetti wandtopje of tanktop onderdragen. Maar ik hou gewoon heel erg van t-shirts. Al krijg ik altijd wel echt van die enorme afdrukken op mijn armen. Ik weet niet of je het nu nog kan zien. Ja. Oh my god, hier zie je het zitten. Ik heb altijd van die vreselijke afdrukken op mijn armen. Dus dat is een beetje het jammer aan een t-shirt dragen. En snel kunnen bijkleuren. Dan moet je maar gewoon zo op het terras zitten of iets dergelijks. In ieder geval, ik wil jullie heel erg bedanken voor het kijken naar deze video. Geef hem vooral een duimpje omhoog als je hem gezellig vond. En laat me eventjes weten of jij jouw make-up routine ook een beetje hebt aangepast. Nu het echt gewoon lekker warm is. Laat me eventjes weten. Ik hoop dat je een hele fijne dag tegemoet gaat. En dan zie ik je heel snel weer terug in de volgende video. Doei!